keer zeggen, voel ik van wauw. Zeggen dat ik het niet anders wil, hoe moeilijk het soms ook is. Je zet soms gewoon vrouw, maar zet ook wel een beetje stil. Het was niet de laatste keer dat ik naast u leef. En bedenk hoe goed het is geweest, want straks dan wil ik alweer. Dan zie ik weer dat gezicht en zie hoe fijn het is geweest. Zoals gezet is ze maar in, ga nooit meer van mij in. Zoals gezet is ze maar in, ga nooit meer van mij in. En hoe kan ik het vertellen? Het is slechts zo'n gevoel. Dat het alleen vandaag mag zijn dat jij vertrekt voor de volgende. Ik vertel hoe men het eindelijk doet. Ik vond het vanavond toch wel heel fijn. Zoals gezet is ze maar in. Ga nooit meer van mij in. Zoals gezet is ze maar in. Ga nooit meer van mij in. Ja. Yeah. En natuurlijk niet willen. Alleen bedenken hoe fijn het samen was. Soms zit jij in een wien en wil ik even een hele stille. Ben bang dat je niet meer wilt delen en laat jij mij voorgoed alleen. Zoals gezet is er maar één, ga nooit meer van mij in. Zoals gezet is er maar één, ga nooit meer van mij in. Zoals gezet is er maar één. Laat me niet alleen. Well, that must be my girl. Yours don't look like this. I said it must be my girl. Yours don't look like that. I love my baby. She's so run fast. Where's my baby, baby? Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Well, I gone out. Gone out and down the line. I said I want around the square. Is everybody jumping tonight? I said I want around the square. Is everybody jumping tonight? I love my baby with all my love in mind. Well, my baby, baby, gone, gone, gone. Gone, gone, gone. My baby's gone, gone, gone. Well, yes, she's gone, gone, gone. Well, I've gone out and down the line. Yeah, go, go. Want hier is de enige echte Vugse formatie, Good Case. It's gonna happen, what's going on, can you describe? Is it good, is it better, does it feel, is it right? Are you sure they're dreaming and awaken night? But finally I'm turning from water into wine, into wine, into wine. Superman.
out loud, singing out loud. What's the use of that when there's no one to sing to? Watch out, I'll sing right through. It's gonna happen. What's going on? Can you describe? Is the chord, is the pattern, does it feel as a rush? Are you sure they dreaming and awakening? Not get used to seeing no life. And it took me over, but I got more. I dug my own grave, and I was ready, more than ready to jump in. Closing the whole mountain fight, I'm gonna win. I'm from the past, in the bed, in the room, but look at me. It took me some time to see. It's gonna happen. We're going on, can you describe? It's a door, it's a path. Are you sure they're dreaming and awakening? Goedenavond, Vught! Ja! Zijn jullie er helemaal klaar voor? Voor wie komen jullie? Wat? Oké, voor Ali Jumbo. Ja, hartstikke goed. Nou, welkom op de allereerste grote editie van Helemaal Vught. Een programma dat natuurlijk fantastisch is. Zoveel mensen hier in Vught bij elkaar. En daar zijn we met z'n allen trots op. Nou, degene die dat mede mogelijk heeft gemaakt, wij hebben het dan wel mogen organiseren. Dat is de wethouder die over cultuur gaat. Geef hem een applaus, want dankzij jullie... Dankzij chef is Jumbo en Ali bij hier. Een applaus voor wethouder chef Teurlings. Zo mensen. Dankjewel. En ik dacht al dat jullie allemaal van mij gekomen waren, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Mensen, wat een dag, wat een avond. Geweldig. Ik had dit in mijn stoutste dromen niet durven verwachten. Zoveel opkomst. Vanmiddag was het ook hartstikke leuk. De sfeer was goed. Het weer was goed. Er waren heel leuke workshops. Als u kijkt hier, aan de linkerkant van het podium, graffiti. Een van de resultaten van het geweldige workshop vanmiddag. Maar, Noel, kom eens even. Want jij loopt wel weg. Het leuke van nu is dat ik, meestal krijg ik van jou een microfoon onder mijn neus geduwd. Als wethouder zijn. En nou doe ik het even andersom. Die mag even weg. Hoe heb jij het vandaag ervaren? Heel erg leuk, heel erg druk, heel erg fantastisch. Hey, even voor alle gekheid op een stokje. Ik vind dat jullie het fantastisch georganiseerd hebben. Ik ga even iets pakken. Ik weet dat er copyright op zit. Nog meer geld? Nee, niet nog meer geld. Jij loopt altijd heel stoer rond met het bloemetje van de week. Ik wil... In jou wil ik al jouw medewerkers en alle vrijwilligers bedanken voor het organiseren van dit fantastische evenement. En het bloemetje van de week namens de gemeente is nu voor jou. Alsjeblieft. Het bloemetje van de week, jongens. Ah, wat leuk. Dankjewel, chef. Het was me genoegen. Nou, dat is goed om te horen, want het is voor mij een genoegen om hier te zijn. Oké. Zullen we nu het grote moment even aankondigen? Of heb je nog iets te zeggen? Nee. Ga je gang. Mag ik dan nog een applaus voor chef Teurlings? Dankjewel, chef. Jongens, ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar Wim Akkermans heeft 105 kilometer gelopen. En ik geloof dat hij al ergens in de buurt is. Waar staat Wim? Kunnen jullie Wim zien? Hij is al die kant heen gelopen. Geef hem een applaus. Hij heeft voor Vught gelopen. Hij heeft voor de voedselbank gelopen. 105 kilometer, Wim Akkermans! 105 kilometer! En hij is niet alleen in die laatste meters gelopen, maar de best gestroomlijnde man uit Vught, wethouder Ben Brands. En Ben, volgens mij heb jij nog iets voor Wim, want het is niet voor niks geweest allemaal, dacht ik. Nee, absoluut. Vught is vreselijk trots op je, Wim. Het is niet de eerste keer. Ik weet ook niet of het de laatste keer is, maar wat je vandaag hebt geflikt, dat is echt geweldig. Het is ook geweldig jouw betrokkenheid bij Vught. En vanavond vooral bij de voedselbank. En het college van de gemeente Vught heeft gemeend
dit te sponsoren. En ik heb voor jou hier een cheque bij. Je mag hem zelf aan het publiek laten zien. Alsjeblieft. Hartstikke goed, Wim. Dames en heren, 1000 euro bij elkaar gelopen. Ja. Wim, gefeliciteerd. Wij van VTV 1 willen daar ook niet achterblijven. Ik loop ook eventjes. Wij zijn niet zo rijk als de gemeente, maar we willen wel een steentje bijdragen van VTV 1 voor jou. Ook 250 euro. Ja. Wim, hoe heb je het ervaren? Hoe is het gegaan? Zwaar, lekker, gezellig. Ik ben blij dat het erop zit. En nou, ik heb me uitgelopen, daar ging het om. Kijk, als ik uit zou stappen, dan was dat niet erg. Maar ik had toch zoiets van, uitstappen, dat mag vandaag niet. Vandaag moet alles rond zijn. Tevreden, maar wel heel erg moe. Ik ben verschrikkelijk moe. Zullen we lekker naar achter gaan? Even een bakje koffie, misschien een biertje? Ik heb wel zin in iets lekkers, ja. De voedselbank is ook aanwezig. Ja, de voedselbank, ja, die is ook aanwezig. Kom even naar voren, heren. Ja, het is nodig in Vught schijnbaar. Ook Vught heeft een voedselbank. En jij bent weer een behoorlijk bedrag rijker, geloof ik, hè? Wij hebben het juiste bedrag nog niet binnen. Maar op dit moment zitten we op 12.000 euro. Hé, hey, dat heeft Wim gedaan, hè, jongens. 12.000 euro opgehaald voor de voedselbank in Vught. Ja. En dan lopen nu nog collectanten rond. Willen jullie de bussen nog gedenken? Dan kan het misschien 13.000 worden. Heel graag, alstublieft. Oké, okay, jongens. Een applaus nog één keer voor Wim Akkermans. En Ben Brands, ik heb voor jou ook nog iets meegenomen. Een brancard. Ben, erop liggen, kom op. Ik weet niet of het lukt. De wethouder die wordt weggesleept. Oh-oh. Nou, dat doet hij niet. Doet hij dat wel? Over enkele minuten is het zover. Ja! Oh! Oh-oh-oh. Dag Ben. Dag allemaal. Jongens. Over een paar minuten is het zover, maar we gaan ze even roepen. Jullie kunnen het niet zien, maar hierboven zit een klein raampje in de muur, over het dak. En daar zitten de 3 meiden van Jumbo. Zullen we ze eens gaan roepen? Komt-ie! 10! Real Jumbo.
jumpen, hè? Ja, ja, iedereen moet springen en niemand mag stilstaan. Ja, het is het laatste nummer, dus laat je lekker gaan. DJ, start de muziek. Hey jongens, ik zie mensen stilstaan, heel veel zelfs. Springen, springen, springen. Een beetje hoger, come on. Stil. En kloppen! Allemaal! Cause blind your heart. Let me be your girlfriend, baby. Ooh, say ooh la la. Say ooh la la. No, don't cool down. I'll make you go bananas. I would love to cha 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 cha. Boy, I like it. En jongens en meisjes op het podium, zijn jullie er klaar voor? Oh yeah! En jullie, zijn jullie er klaar voor? Yeah! Oké, okay, jumpen! Hey Vught, zijn jullie er klaar voor? Waar zijn jullie klaar voor? Waarvoor? AIB? Ali B? Nou, ik ben er nog helemaal niet klaar mee. Want die meneer Roos, die loopt maar even gauw weg. En die heeft allemaal camera's hier neergezet. Die wil de grootste bloepen van Vught op de camera zetten. Want ik moet gaan rappen. Denken jullie dat ik ga rappen? Ik kan helemaal niet rappen. Maar ik laat mijn eigen niet kisten. Ik ben deze week gaan googlen. We kennen jullie al, YouTube. En jullie moeten mij helpen. Helpen jullie mij? Ik heb gezien hoe dat rappen gaat. Dat rappen, dat begint met die handen zo. We gaan het uitproberen. Met die handen. Hebben jullie handen? Laat die handen even zien. Nou, en bij rappen doe je de ringvinger bij de pink. Allemaal de ringvinger bij de pink. En die andere vingers doe je bij elkaar. En dan ga je zo, even zo, een beetje op afstand houden voor de tere delen. En dan ga je omhoog. En dan kom je hier op borsthoogte. Op borsthoogte. En daar moeten we bij gaan beatboxen. Weet je wat beatboxen is? Dat scheten laten door de microfoon. Dat doen we niet. We gaan zingen. We gaan allemaal mij helpen. Hey Vught, handen in de lucht. Hey Vught, handen in de lucht. Hey Vught, handen in de lucht. Hey Vught, handen. Ook de achter, wacht even. Daar zijn mensen uit het Villapark en die zeggen hier. Hey Vught, handen in de lucht. Nee, hey Vught, handen in de lucht. Hey Vught. Handen in de lucht. Hey, Vught, handen in de lucht. Hier staat AIB. En nu snel de weg erbij. Ik ben geen echte rapper. Ik ben een regelrechte nepper. Degene die hier moet komen staan, die heeft het met onze tricks gedaan. Ja, daar staat hij al. Onze enige echte AIB. Ja, hij gaat rampeneren bij Ali. Die heeft het met mij alweer gedaan. Applaus voor AIB alsjeblieft. Alle meisjes in de haast, laat je horen. Yeah. Ali B komt nooit alleen. Geef een applaus voor Shaki en Daryl alsjeblieft. Hey, yeah. We bouncen op die beat. Hey, we stampen op die rappen. Yeah. En het... Geef me de muziek maar. Tja. Yo, we stampen op die beat, we rampen neer op de vloer. En het geeft geen ene moe, want het is Ali, het is Ali. Met Jesse, met Jesse. En party squad, en party squad, en party squad, en party squad. Say ho! Lekker dan! En voeten van de vloer, iedereen lekker springen, come on! Hey. Iedereen gaat springen, en iedereen gaat springen, en iedereen gaat springen, en iedereen gaat springen.
is lief en ik geef je wat nieuws van de eeuwige knieën heb gereden. Hier ben ik Ali bij je neef versieren. Jullie doen mee op jullie manier. Oh. Waarom zou ik jou versieren? Ik laat jou je kontje. Hey. Wel voor te scoren, mijn vrienden. Gisteren weer wat te vieren. Zo snel, de chip die je bij je hebt, die mag ik open en oh her. En mag op de dansvloer en helemaal niet op de dingen die ik wel doe. Dan vang ik die mogen fixie. Elke chickie weer een fizzie. Van mijn lange jiggie, jiggie, 1, 2, 3. Hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rappen neer op de vloer en het geeft geen ene moed. Want het is Ali, wat is Ali, wat is Jesse, wat is Jesse, wat is Party Squad, Party Squad, Party Squad, Party Squad. Ze moeten lekker dansen op die vloeren met gaan stappen. Dat is goed voor vers verbranden. Ero, ik ben erotiek. Misschien krijg ik van Angelique, Fatima of Ero. Niet zo lang ze maar die Nero zit. Ali, fuck, squad, yes. Ze brengen vette gekken. Brengen wakker rappers, lief me trekken. Voor die kom ik spit met fun. Ja, zit mij een wat doen we? Ik kom er zeker, raad op aan. Maar toch heb ik een achterban. Op die beat, hey yo, we stampen op die beat. We rampen neer op de vloer en het geeft geen ene moer. Want het is Ali, het is Ali, Jesse, Jesse. En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad, Party Squad. Het is weer eens discoavond en we zijn met hits bewapend. DJ Jerry spin, nee, DJ Jerry spin die platen. Ga nou niet zo para doen als ik sta op je Prada schoenen. Een chick trekt mij nu naar de hoeken, want ze willen me laden. Hey, ze zoeken echte mannen, dus ze hangen graag met ons. Ik hoef mij niet meer te spangen, want ik hoop ooit zo van brons. Swing me hoog, ik spit hem door. Het is zo'n oh, het is zo'n blauw. Het is zo'n oh, ik wil oh. 1, 2, 3, hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rappen neer op de vloer. En het geeft geen ene moe, want het is Ali. Hey. Het is Ali, hey. Hey. Jesse, hey. Hey. Jesse, hey. Hey. Party squad, hey. Party squad. We stampen op die beat, we rappen neer op de vloer. En het geeft geen ene moer, want het is Ali, wat is Ali, wat met Jesse, wat met Jesse, wat een party squad, een party squad, een party squad, party squad. Goedenavond, Vught. Ik heb ook familie in Vught. Nou, jullie weten wel waar die wonen, hè? Alle dames in de haas, laat je horen! Ik hou van die dames, ik hou van... Alle jongens in de haas, laat je horen! Ook leuk dat jullie er zijn, jongens. Vught. Gefeliciteerd, volgens mij is dit het eerste festival, hè? In Vughten. Even applaus voor de gemeente dat ze hiermee begonnen zijn, serieus. Maar je snapt wel, weet je, dit proeft naar meer, hè? En ik moet daar mee gaan helpen, hè? Ik moet al die artiesten vertellen in heel Nederland dat Vught the place to be is, jongens. Dat moet ik doen. Maar ik ben een eerlijke jongen, ik lieg niet. Dus jullie moeten het bewijzen, hè? Jullie moeten het bewijzen. Het betekent gewoon doorgaan waarmee je bezig bent. Niet stoppen.
ben een hitje die pink. Chillen maar ik kan het graag houden met de rode. Was om in de buurt en ze hebben het over. Of ik ben dan, dat is de waarheid die blijft vrienden. Ik verkoop mijn plat, dus voor mij zal het voorlaan worden. Ik wil dan mijn naam in je opdraag. Soms in de club, maar ik draag in de broekzaam. Jullie zoeken het in de als een voorschaam. Harde vinden jullie het iedereen. Wat je ook gaat doen. Nogmaals jongens, voor ons artiesten is het echt de fucking droom om te staan voor een leuk publiek. Dus daarom oprecht bedankt jongens. Dank jullie wel. Jullie waren fucking baas. Dank jullie. Wie is hier de fucking baas? Dank jullie wel. Ik zie jullie later. Peace, Ali B. Een applaus voor Ali B, Shaki en Daryl. Meisje, werk je alles is af. Kijk in mijn ogen, voel dat de voel. Je vult je dan. Dames en heren, hebben we nog handen, laatste muziek, kom op! Raad me even aan, kan je niet verstaan. Het is volle maan, laat het niet voorbij gaan. Raad me even aan, kan je niet verstaan. Gaan we hier vandaan, als de liefde straks weer aangaat. Ja. Geloof hem nog even niet. Je hebt me echt geraakt op dat je het ziet. Mag ik je nu mee naar buiten nemen? Waar ik voor
muziek, hoor. Raak me even aan, kan je niet bestaan. Schulden maar laat. Ai, 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 ik word niet aan. Ai, 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 morena. Ai, 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 ai. Bonita, ay, 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 morena. Dime que sí, morena. Cielito lindo y dame un abrazo. Que sí que no voy contigo. Cielito lindo, sería un fracaso. Dime que sí, morena. Cielito lindo y dame un abrazo. Que sí que no voy contigo, chilito lindo, sería un fracaso. Ay, 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 canta yo lloré, porque cantando se alegran, chilito lindo, los corazones. Ay, 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 canta. Cantando se alegra chelito lindo los corazones. Ay, 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 qué bonita. Ay, 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 morena. Ay, 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 qué bonita. Ay, 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 morena. Oh, you put me in a trance, especially when I see you dance. Your hips got such emotion, and everywhere we go, you start that commotion. Girl, you are a star. I swear, and you're the best before. Girl, you really feed, and you do it all with me. Yeah, you got what it takes. You got what it takes. Come on, y'all, sing one time. Can't hear you. One more time. Come on, come on. Voor mij meneer Wim Punten van de Stichting Vught Landschap. We staan hier op een mooi landschap, maar voordat wij verder gaan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Nou, we zijn natuurlijk reuze blij mee wat de uitslag is geweest. Ja, want waar gaat het precies over? Nou, het gaat over het hotel wat hier gebouwd zou moeten worden. Wij waren tegen het hotel dat, zoals die in die constructie gemaakt zou worden, een erg groot hotel. Waarbij we ook nog twijfels hadden of het wel als hotel gebruikt zou worden, gezien de grootte van de kamers. Maar nou, de uitspraak van de Raad van State is dat de bouwvergunning vernietigd is. En ja, dan kun je over allerlei dingen praten en zeggen van de grootte van het hotel en zo, daar is niet over. Nee, maar de bouwvergunning is vernietigd en dat was onze opzet.
opzet. En daar zijn we dus 100% in geslaagd. We zijn er reuze blij mee. Ja, u wil niet soebatten over of het nou ligt aan een te grote kamer. Want volgens mij is dat van de tafel geveegd bij het Hooggerechtshof. Maar uiteindelijk is het wel zo dat het hotel zoals het nu getekend is, waar nu de aanvraag voor is geweest, dat is helemaal dat is over, hè? Dat klopt, dat is helemaal weg. En dat wil zeggen, er kan ook niet ergens een reparatie plaatsvinden van de bouwvergunning. Want de bouwvergunning is van tafel. Dus het hele proces, als je wat zou moeten doen, moet het hele proces opnieuw beginnen. En nu hoop ik ook dat de raadsleden van de gemeente Vught, die eigenlijk volledig achter stonden dat hier geen hotel zou komen, in ieder geval niet zo'n hotel, dat zij nou ook in actie komen en zorgen dat er in de toekomst ook weer niet zoiets kan gebeuren. Ik heb vandaag namens de Stichting Vughts Landschap nog een brief aan de raadsleden gegeven, waarbij ik vraag om het bestemmingsplan nou in te vullen. De Raad van State die zegt ook in zijn uitspraak, de gemeenteraad van Vught die heeft nagelaten dat bestemmingsplan in te vullen. Ja, is dat het oude bestemmingsplan dat dateert van rond de jaren 50? Ja, je hebt in de jaren 80 is er een geweest en dat is toen gedeeltelijk afgekeurd. En dat gaat dus allemaal terug. Dus eigenlijk was er erg veel onduidelijkheid van over dat stukje hoe dat bebouwd mocht worden. Maar de gemeente had de plicht om een nieuw plan daarvoor te maken. Dat hebben ze niet gedaan. Helaas staat daar geen sanctie op. Maar dat wil niet zeggen dat je eigenlijk niet de morele verplichting hebt dat nu alsnog te doen. Ik heb begrepen dat de gemeente door het Hooggerechtshof is veroordeeld tot een totale boete van €2000. Ja, dat is voor deze proceskosten. Maar de sanctie op het niet maken van een nieuw bestemmingsplan. Overigens, die €2000, die krijgen wij dan €2000. We hebben aanmerkelijk meer betaald voor het totaal. Het heeft ons zo'n beetje een €10.000 gekost. En het is alleen de proceskosten die de gemeente moet betalen. Ja, dat zijn de maximale proceskosten die je terugkrijgt als je een zaak wint. Ja. Dat zijn dus de proceskosten en niet de kosten van bijvoorbeeld een bouwadvies. Dat soort zaken die wij ook gedaan hebben, maar die krijgen we niet terug. Ik zal u geen uitspraak ontlokken, maar ik heb het stukje in het Brabants Dagblad gelezen. En als ik het uit naam van mezelf mag zeggen, slaan zij de plank volledig mis. Volledig mee eens. De kop is fout. De kop staat hotel mag. Dat is nog helemaal de vraag. De raad die heeft het plan vernietigd, dus er is geen bouwvergunning meer. En zou er een nieuw plan komen voor een hotel, dan is er toch nog weer een andere stap. De Raad van State heeft het stuk wat wij ingebracht hebben over het streekplan van Brabant in balans. Dat hebben ze niet meer beoordeeld, want ze zeiden dat is op het ogenblik is daar geen sprake meer van, omdat de bouwvergunning vernietigd is. Waarom schrijven ze zoiets dan? Is dat toch nog een beetje een steek onder water geven of zo? Nou, dat verwacht ik niet. Ik heb begrepen, het is een stuk wat geschreven is door iemand uit Den Haag. En dat is zo opgenomen, maar het stuk is volledig. Er staat bijvoorbeeld niet in dat de bouwvergunning vernietigd is. Dat soort dingen. Nou, ik vond, en ook de mensen die ik gesproken heb, die zeggen allemaal, hé, je hebt verloren. Nee, we hebben gewonnen. Dat is toch wel een heel groot verschil. We hebben de wedstrijd gewonnen, de wedstrijd is afgelopen. Ja goed, precies daarom wij ook heel snel actie hebben ondernomen. Want ja goed, het wilden we even rechtzetten. Omdat je het gewoon, ja, wat je zegt, gewonnen hebt, klaar. Maar het wil niet zeggen dat alles is afgelopen. Ik bedoel, als de ontwikkelaar weer nieuwe plannen gaat doen, een nieuw bouwaanvraag gaat neerleggen, dan kan dat toch? Dat kan. Vandaar ook onze vraag naar de gemeente. Gemeenteraad, kom nou in actie. Jullie hebben ons gesteund, maar kom nou in actie om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt. En maak hier een nieuw bestemmingsplan dat dat niet kan gebeuren. Overigens, zou er weer een bouwaanvraag komen, dan gaan we precies dezelfde weg. En we weten, we hebben in ieder geval één punt bij de Hoge Raad, bij de Raad van State, dat nog niet uitgesproken is. En daar zit ook nog weer een kans om uiteindelijk te zeggen, nee, het kan niet. En vergeet niet, de tijden zijn wel veranderd. We denken wat anders over de natuur. Dat moet natuurlijk meegenomen worden. Nee, dat is natuurlijk duidelijk. Maar laten we niet vergeten, hè, ik wil ook even advocaat van de duivel spelen. Hier heeft een hotel gestaan. Dat was kleiner qua omvang, zoals het in het bestemmingsplan omschreven is geweest in het verleden. Daar is een foutje bij de gemeente geweest, dat niet aangepast is. Maar stel nou voor dat de bouwvergunning eruit ziet in vergelijkbare oppervlaktes zoals het hotel hier heeft gestaan. Wat gaan jullie dan doen? Nou, daar hebben we nog niet over gesproken. Dat ligt helemaal van hoe er dan zo'n plan uitziet. Om zo in het abstracte te zeggen, tegen elk plan, daar gaan we tegenhangen. Nee, wij zijn voor het landschap in Vught. En
ik ben ook van mening dat de burgers van Vught, die hebben dit gewonnen. En wij willen optreden van namens wat we ook de burgers van Vught voelen. Daar zijn wij voor. We zijn voor het behoud van het landschap van Vught. En hoe dat dan ingepast moet worden, daar willen we dan keer op keer naar kijken. Nou, laten we dan even teruggaan naar de natuur. Een dergelijk betonnen gebouw of stenen gebouw, in jullie ogen past dat niet en staat dat niet. In eerste begin, ik weet het nog, want er was een hoop heibel over het kappen van die bomen. Hoeveel aren was dat toen? Ik geloof 69. 69 aren. En nu hebben ze een hernieuwde aanvraag gedaan voor het kappen. Niet van aren, maar om een aantal bomen. Dat klopt. Daar hebben wij vandaag, en de motivering was voor de bouw van totaal. Daar hebben we vandaag de zienswijze bij de gemeente neergelegd. En gezegd, gezien dat de bouwvergunning is vernietigd, vervalt de grond voor de aanvraag van die kapvergunning. En gaan we er dus vanuit dat die kapvergunning überhaupt niet meer ter sprake komt. Dus dat die niet verleend wordt. Nou goed, een duidelijke overwinning. Maar wat nu? Wat gaat er gebeuren? Wat is de prognose? Nou, de prognose is... laat ik zeggen wat wij gaan doen. Wij gaan weer met de raadsleden praten. Om die raadsleden daarvan zo bewust te maken dat nu eigenlijk de bal bij de raad ligt. De raad moet nu actie nemen van wat willen zij eigenlijk met de IJzeren Man, met het gebied van de IJzeren Man. En daar gaan we mee praten. En ik geloof dat wij hebben nou voldoende daar ons voor ingezet. Nu raad, trap de bal maar in het doel. Je wil het houtje, je wil het stokje overgeven. Ja, nou is eigenlijk aan hun de zet. En daar hoort het eigenlijk te liggen. Het hoort niet op ons terrein, het hoort eigenlijk daar te liggen bij de raad. Die moet daar invulling aan geven. Nou, dat wachten we nog even af. Ik heb gebeld met wethouder Ben Brands, die over deze zaken gaat. Hij heeft gezegd, ik heb even wat tijd nodig. Wil nog geen reactie geven, maar we komen daar heel snel op terug. Dat zal waarschijnlijk dinsdag of woensdag in de volgende week worden. Dankjewel voor het gesprek en nog heel veel succes. Graag gedaan. Dankjewel.